Um, het International je De <laughs> Dutch Youth Masters. Ja, dat, dat is het, is het, het internationaal jeugdtoernooi Bowling voor de Jeugd. Ja. We hebben in de studio Frank Scheffer en Richard van Diest. Welkom. En... Dankjewel. Die We gaan daar van alles over vertellen. Ja, jullie gaan dus een bowlingtoernooi organiseren voor de jeugd, klopt dat? Helemaal waar. Zo is het. Wat gaaf, Hoe ze... ja, vertel, wat is het concept? Het concept is uh, uiteraard om uh, de jeugd uit, uh, ja, we noemen het uit Europa te motiveren om naar Leiden te komen. Om onze prachtige stad uh, te zien. En uh, eigenlijk ook om uh, ja, laat ik zo stellen, onze Nederlandse jeugd uh, ja, weer klaar te stomen om competitie te creëren tegen deze uh, jongens en meiden uit Europa. Om te zien waar we staan. Uh, dat doen we natuurlijk op een EK en een WK wel. Maar er is uh, tegenwoordig een hele mooie tour. Dat heet uh, Sport Bowling Tour Youth. En dat is Europees. En uh, ja, laat ik zo stellen, die, die tour die, uh, ja, heeft ons benaderd om uh, een onderdeel van hun te worden. En als je dan daar uh, aangesloten bij bent, dan kun je, kunnen die kinderen, uh, jeugd, want het is tot 25 jaar, het zijn niet allemaal kinderen. Okay. Um, die kunnen punten verzamelen voor finale dag. En uh, ja, laat ik zo stellen, op zo uh, ja, het heet dan European Bowling Tour Youth. Uh, je struikelt wel eens over zo'n woord, <laughs> maar uh, in ieder geval is het de bedoeling dat, uh, dat deze ja, jongelui, of zo noem ik ze dan maar, uh, in, in een aantal groepen, klasses, uh, worden verdeeld. En dat is tot 13, zeg maar, uh, onder 16, onder 19, onder 25, uh, met elkaar gaan strijden om uh, de titel wie de beste zal zijn van dit toernooi. Dat gaaf! Ja, dus zo staan we er eigenlijk in en uh, we zijn uh, enthousiast begonnen een klein jaartje geleden. Ja, want hoe zijn jullie begonnen? Hoe, hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Nou ja, het, het had alles te maken met, uh, met corona. Hè. Voor corona was er voor de jeugd eigenlijk bijna elke week uh, een bowlingtoernooi ergens in het land. En eigenlijk zagen we dat uh, ja, na corona uh, ja, was er bijna niets meer voor de jeugd. Ja, zeker omdat het natuurlijk ook ja, binnen is, bowlen. Ja, ja absoluut. En uh, ja, heel veel uh, verenigingen uh, zijn daardoor ook leden kwijtgeraakt doordat de bowling stil lag. Uh, kinderen zijn, wilden toch sporten tijdens corona, of nou ja, als dat dan mocht. Uh, maar hebben ook andere sporten toen uh, ja, ontdekt. Uh, en nu zijn we eigenlijk weer bezig om het te promoten. Om eigenlijk weer meer jeugd te krijgen binnen Nederland. En uh, dat hebben we gedaan door uh, ja, de, dit internationaal toernooi naar in Nederland te, te organiseren. En daarnaast hebben we nog een, uh, voor de kinderen in Nederland zelf nog een Dutch Youth Tour georganiseerd. Waarin we eigenlijk vier stops door het hele land maken. Uh, aansluitend met een grote finale voor, uh, voor de kinderen, die ook weer in Leiden gaat plaatsvinden. Dus op die manier uh, proberen wij uh, ja, weer een beetje uh, ja, kinderen de kans te geven om zich te ontwikkelen. Om weer lekker te gaan bowlen. Ja. 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 En is het is dan heel vanzelfsprekend dat je als. Uh, Nederlands of als leidse bowlingorganisatie aan zo'n internationaal gebeuren deel kan gaan nemen of mag nemen. Want ik, ik, ik neem aan dat dit vanuit een leidse vereniging georganiseerd wordt. Nou, het is in principe zo, we hebben een leidse vereniging, de bowlingvereniging leiders uit die spelen bij de Menke bowling. En daar zijn wij onderdeel van, alleen wij zijn zelf een stichting die daar los van staat. Oh. Uh, wij bollen wel daar, we krijgen ook alle ondersteuning, alle vrijwilligers. Uh, dus, dus op dat gebied is het uh, een beetje verkapt. Maar uh, zeker krijgen we ondersteuning. Uh, de historie van de vereniging is ook al dat ze vroeger ook al hele mooie internationale toernooien organiseerden. Dus waarschijnlijk zit het daar ook een beetje uh, bij ons door in het bloed. En er kwamen ook Amerikanen, Duitsers, alles uit heel Europa kwam toen ook al hier naartoe. Nou, Zoals iedereen weet heeft Bolen best wel ook een moeilijke fase gehad uh, toen de tijd was. Er veel meer waren er veel meer financiën als nu. En uh, ja, iedere sport uh, heeft uh, helaas wel zijn vrije val gemaakt. In dit geval Bolen ook. En ja, wij zijn nu bezig om het weer op de kaart te zetten. En uh, zoals ik al zei net, uh, er zijn gigaprijzen prijzengeld. Uh, Europees gezien, voor de jeugd hebben wij het meeste prijzengeld. En de mooiste sponsor op dit moment. Ja, weet je, als je als kind uh, in een ander toernooi meedoet voor 15.000 euro, zo. dan praat je wel over serieus geld. Ja. Ja. En vandaar ook dat bijvoorbeeld uh, een nationaal team uit Malta, een grote selectie uit Zweden, uh, Nou ja, Duitsland, Ierland, elf landen zo'n beetje, komen allemaal naar ons toe om, om ja, de prijzen proberen te pakken, laat ik maar zo zeggen. Okay. En uiteraard de Nederlanders, die willen hun we wel verslaan natuurlijk. Ja. ja, dat is de motivatie. Nou, wat gaaf, joh. En doen jullie kinderen er dan ook aan mee? Sorry, jullie weer... kinderen die want ja, die hebben dat ja, geïnspireerd ja. jullie hebben je laten ja. inspireren door ja. jullie kinderen toch ja. Ja, nee, ja ja helemaal waar Richard's zoon is uh, tien toch 11 uh, jaar. Uh, mijn zoon is pas 19 geworden. Dus we zitten in twee verschillende klassen. Ja. En allebei onze kinderen uh, zijn gelukkig heel talentvol. Zoals uh, gelukkig ook nog meer Nederlandse kinderen. Maar ja, je kijkt altijd met een roze bril naar je eigen kind. Mm. En dan werkt Zeker. dat een beetje. Dat, uh, dat is wel het idee uh, zoals wij het zien. En, en die kunnen ook uh, de klasses winnen. Laten we daar ook eerlijk maken. Oeh. Uh, ja, dus die zijn een beetje gespannen allemaal. Ja, dat snap ik. Wij, wij ook hoor. Over 12, 13 dagen is het al zover. Ja, want wat is de datum van het bowlingtoernooi? Het begint uh, op 10 september, 10 september. dan uh, spelen voornamelijk uh, de Nederlandse deelnemers. En het weekend van uh, 15 tot en met 17 uh, september, dan komen al onze buitenlandse uh, gasten. Uh, ja, en uh, in de, finale, de, de grote finale dag is op zondag. En kunnen we dat ook ergens volgen? Kunnen mensen langskomen? Kunnen we kijken? Ja, kijken? Zeker. Uh, wat ik al zei, het is bowling menken in de Stevenshof. Daar uh, wordt het georganiseerd. En uh, het is allemaal vrij toegang. Uh, mensen mogen gewoon naar binnen. Uh, uiteraard zullen ze heel snel merken dat er een soort protocol is. Uh, wat gewoon zich ontwikkelt. Noem het maar een klein stukje achter de baan. dan kunnen ze zich wandelen, kijken en aanmoedigen. Dus dat, uh, dat is helemaal geen probleem. En zeker van de echte sport te genieten. in de plaats van. De biertje Bowling. Yeah. Zoals het een beetje bekend is, ook erg leuk. Maar nu is het wel zo dat uh, de, ja, de jongens in een pantalon lopen met mooie shirts met sponsoren, of de namen erop. Wat een, uh, een vereiste is, eigenlijk op deze toernooien. Okay. Dus uh, dan proberen we het eigenlijk op die manier te professionaliseren. En als mensen niet kunnen komen, kunnen ze dus het ook nog via uh, jullie streamingkanaal kijken op YouTube. Klopt ja, dat? Correct. Als ze op Facebook kijken, kunnen ze zien bij The Juice Masters dat daar een link is naar een livestream. Dat ze in het finale weekend uh, eigenlijk alles kunnen volgen. En uiteraard uh, op Facebook ook de scores, als men dat interessant vindt, van de kinderen uh, worden direct gepubliceerd. Spannend. Ja, heel spannend. Prima. Het uh, Dutch Youth Master, uh, International Jeugdtoernooi voor de Bowling voor de Jeugd. Ja, ik uh, heb het op mijn spiegelbriefje ja. staan, maar ik kom er <laughs> desondanks nog niet uit. Nee, is best uh, 10 september en in het weekend van 15 tot 17 september in uh, Bolingmend, Menke. Hall. Uh, nou, Hal is het niet echt, nee. maar Bolingmend in de Stevenshof in Leiden. Uh, dankjewel Frank Scheffer en Richard van Diest. Succes. Succes met de organisatie alles. Succes, dankjewel.